En de start is gevallen. Paarden zijn weg, helemaal aan de buitenzijde de favoriet Sar Lakshmi, maar die doet nog niet mee aan het duel om de leiding. Leiding wordt genomen door Goa Dizer, galoppaard in het veld van Ivor VH. Galop nummer 5. De 5 is uitgeschakeld en zo gaan de paarden de eerste bocht in. En daar is de leiding voor Goa Dizer, galoppaard nu aan de relingzijde voor Ice Queen. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Leiding in handen van Goa Dizer. Daarachter op plaats 2 ligt I'm a Cheerleader. En aan de buitenkant van I'm a Cheerleader komt de favoriet naar voren, Sar Lakshmi. Achter Sar Lakshmi aan gaat Gufo Greenwood. En daarachter ligt aan de buitenkant nu Rick Ebbingen met de nummer 9, Andy Starlake. Favorieten liggen dus redelijk voorin. De favoriet gaat zometeen de leiding overnemen. Dat doet hij op dit moment. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. De eerste 500 meter ging in 1:15:1. Leiding nu in handen van Sar Lakshmi. Daarachter Goa Dizer en daarachter op plaats 3 Arme Cheerleader. De eerste vaart aan de buitenkant is Gufo Greenwood. Daarachter gaat nu binnendoor naar voren Willow Burger rijden. Willow Burger rijden, gigant van een outsider nu in de kopgroep. En de andere paarden sluiten daarachter aan. En we kijken even de start van het veld. En er zijn een paar paarden die toch wel wat moeite hebben met het tempo. Deelnemers komen zo meteen de rechte lijn voor de tribune. De hekkensluiter op dit moment is Habanos Bianco. Veld voor de tribune. 15-1 was de opening. De favoriet ligt vooraan. En aan de buitenzijde komen toch wat paarden die het te langzaam gaat. En één daarvan is de favoriet, de mede-favoriet. En dat is Indy Starlake. Die gaat mee naar voren. Tussentijd 19-1. Dat ging dus ook langzaam. En zo gaan we de laatste ronde in na een eerste kilometer in 1:17:1. Leiding nu in handen van Sar Lakshmi met daarnaast in het tweede spoor. Indy Starlake, het derde spoor. Maar die kan nu terug naar binnen. Die kan daartussen in parkeren. Is Iron Fox. Daarachter gaat heel makkelijk mee. Goa Dizer. Dan volgt Arme Cheerleader. Dan Gufo Greenwood. Dan Willow rijden dan Eden's Boy en dan Habanos Bianco. Het zijn de paarden die nog in de strijd zijn en zo gaan ze de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. Favoriet heeft een halve lengte voorsprong en Bakker kijkt een keer opzij naar Indy Starlake die heel goed kent, want daar heeft hij zelf 2 man mee gewonnen. Hij weet wat hem te wachten staat, die kan wel een aardige aanval uitvoeren en daar is hij nu ook al mee bezig. Aan de relingzijde Sar Lakshmi, aan de buitenkant Indy Starlake. Tussentijd was 1:16:9 en zo gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding in handen van Sar Lakshmi. Pak nu een halve lengte. 12, galop nummer 12. De 12 is eruit. Halve lengte voorsprong voor Sar Lakshmi op Indy Starlake. En inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarnabocht. Eden's Boy komt aan de buitenzijde naar voren. Die komt naast Goa Dizer. En de rest moet op dit moment passen. Komen de laatste rechte lijn nu in. En het duel om de winst lijkt te gaan tussen Bakker en Ebbingen. Bakker aan de relingzijde, Ebbingen aan de buitenzijde. Er komt ook nog Eden's Boy dichterbij. Daarachter zoekt naar de ruimte, maar die kan er niet uit. Goa Dizer. Leiding in handen van Sar Lakshmi. En die blijft ook aan de leiding. Sar Lakshmi, kijk die Bakker eens lekker kijken. Hij lacht ze allemaal uit. Sar Lakshmi gaat hem winnen. Eden's Boy wordt tweede. En de derde plaats is voor Indy Starlake.